jongen, hè? Nee, het is ook een meid. Ook een meid. Ja, maar die doe ik maar niet los, want dan is ze weg. Gewoon lekker kookfilmpjes, wat ik dus ook weer upload op mijn eigen kanaal. Op mijn tweede kanaal. En dan komt dus ook nog een derde kanaal aan. Ja, want... Ja... Ik heb het dus nu in mijn schaaltje gedaan. En ik heb hier rijstazijn. En dan doe ik gewoon even een paar... Even erdoor overheen. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 3 februari 2022. En het is bijna 8:45 in de ochtend. Ja, waarom ik er nou een keertje zo vroeg uit ben. Want ik krijg zo meteen bezoek van mijn begeleidster Karin. Ja, Karin, ook weer met de zee. Jo, hoe toevallig. Er zijn meerdere fikjes in die ook zo heten. Maar een andere achternaam, hoe toevallig. Jo, hè, te. Maar oké, ik ga zo eventjes met de drie dames vanzelf. Dat moet ook gebeuren. En ja, ik wens jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Ja, lopen al dus lekker buiten. Daar loopt Beauty. En daar loopt Lady. En Loffie die staat in de bosjes. Helemaal top. Ha, ben je lekker gras aan het eten, schatje? Dus, pijn komt later weer wat opzetten. Vind ik niet fijn, maar ik hou gewoon vol. Rodi heeft vandaag een hele lange werkdag. Van 6:30 tot 7:00 PM. Dus het is een pittige. Maar ja, morgen van 6:30 tot 2:00. Dus moi. Dat compenseert zich weer voor aanstaande dinsdag en voor mijn operatie. Ja, het zal wel moeten. Hè? Ja. Dus we gaan het maar even afwachten. Hi. Ga mee. Ga mee doen. Nee, nog eventjes. Ook nog even mijn pootje omhoog gooien. Ja. Lovely. Ben je mooi meisje? Ja. Ga je zus pesten dan? Doe het dan. Hey. Kom, lopen. Hoort zo. Ik laat ze dan nu uit. En dan doet Ro het vanavond. Anders even twee keer. Ik red dat niet, hè? Nee. Nee, 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 nee. Lovely, wat doen wij? Kom, daar weg, kom. Lovely. Goed zo. Keurig. Ja, even een pootje omhoog gooien. Hè? Even piezen. Ja. Een beetje grauw weer, mensen. Ja. Hi, puppy. Nee, het is ook een meid. Ook een meid. Ja, maar die doe ik maar niet los, want dan is ze weg. Ja, en dat bordje, mensen, heb ik gewoon schijt aan. Letterlijk en figuurlijk. Hoort je ook echt niks, hè? Nee, dat dacht ik al. Oh, jullie zijn toch ook een stelletje bij elkaar ook hè? Nee,
nee, die tak is van mij. Die is van mij, zeg maar. Ja. Daar gaan we. Wauw. Klug veranderd, denk ik. Kijk dan. Ja, je bent er met er een, dame. Je bent wel lief. Nou, toen had ik hem, zeg maar. Toen had ik hem. Kom, zeg. Toen had ik jouw stok. Ja, joh, hoe toevallig. Ja, ben je uitgespeeld? Ja, dat is, en dat was hier achter, schat. En daar hoef jij niet voor te schrikken. Ga en ga die stok pakken dan. Nee, ben je naar binnen? Gaan we lekker naar binnen. Niet? Ben jij slim. Kom dan. Ga mee naar binnen. Ja, kom, het is wat koud. Zo, zoals jullie zien zit ik lekker voor de pc. En ik heb wat lekkers voor mezelf gemaakt. Ja, lekker pokeball. Lekker pokeball, lekker. Ga ik even eten en ik ga zo meteen even lekker weer verder met mijn vlogs editen. Ja, die moet ook gebeuren. Zeker de hypotheken. Dus ja. Dit is zo lekker, mensen. Dit is verrukkelijk. Zo, ben ik nog druk bezig met editen. Bijna klaar. Ja, bijna. En er komt leuke content aan. Ja. Want, nou ja, leuk. Ik mag sowieso en mijn twee begeleiders interviewen. Hoop ik dat Ro dat wil gaan doen. En op zich wil gaan nemen qua vragen en dan ook filmen. Filmen, dat is geen enkel punt, maar gewoon dat hij het gaat vragen. En dat ik mijn mond ga houden. En mijn begeleider heeft met iemand gesproken. En ik maak al sowieso filmpjes voor een instelling. Waar ik ook onder val. Maak ik dus al filmpjes voor vegetarische, gewoon lekker kookfilmpjes, wat ik dus ook weer upload op mijn eigen kanaal. Op mijn tweede kanaal. En er komt dus ook nog een derde kanaal aan. Ja, want... Ja. Ik wil dus eigenlijk een voorleeskanaal gaan maken. Ja. Dus. En daar is diegene ook helemaal over tevreden. Want daar zijn ook heel veel mensen, cliënten... Die dus of blind zijn, dus die niet kunnen lezen. Dus dan is het onwijs goed dat ik dus veel ga voorlezen. Dus ik moet ook nog zo meteen met Niels, de editor, even om tafel voor welke kanaal ik ga kiezen. Ja! Yeah. Oeha! Wat leuk! Dus ja, en ik mag mijn eigen tempo bepalen. Het is geen haast op dit moment, omdat ik ja, gewoon ook niet lekker... ik zit wel lekker in mijn vel, maar ja, mijn lichaam die laat het een beetje afweten. Dus en morgenochtend krijg ik ook bezoek. Ja. Want ik wil hier het een en het ander veranderen. Kijk, dus daar. En daar heb ik een lamp. Nou, wat ik dus eigenlijk zou willen, dat is... hoe heet dat? Hout en dan een schoof eromheen maken, zeg maar, dat daar ledverlichting in komt. Want ik heb het wel in mijn hoofd, maar het uitvoeren weet ik niet. En daar heb ik dus wel iemand anders voor nodig. En ja,
Dus dan komt hier dus een ledstrip bak en daar een ledstrip bak in plaats dit. En dan kan ik het gewoon mooi maken, zeg maar. Of gewoon lekker wit, dan valt het ook niet op. Maar dan heb ik dus indirect licht naar boven toe, dat het wat mooier wordt. Dus ja, daar ben ik ook mee bezig. Ja, en dan hoop ik dat hij ook eens een keer binnenkort tijd kan nemen om mijn gang te renoveren. Ja, mag ik wel eens een keer. Maar dat komt morgen. We gaan even morgen even alles bespreken ook. Dus ja, mooi. Dus ja, eigenlijk dat. Hele goede dingen komen er aan. En ik moet morgen even bellen naar iets. Ja. Misschien dat die bedrijf een samenwerking wil. Ik weet het niet. Ik ga er daar nog niks over vertellen. Dus ja. Ik moet gewoon bellen. Bellen sneller. Ben jij nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Doe dan even nog even hier beneden. Het is gratis. En je helpt mij daarmee. En doe het duimpje omhoog. En dan help je ook mij daarmee. En wat ook een hele goede is. Deel mijn YouTube kanaal. En ja. En kijk even of je vrienden, familie ook wil gaan abonneren. Zo help je elkaar. Dus, en laat ook dan even gelijk even een reactie achter. Ja, precies. Want ik zal eventjes een kleine grafiek erbij doen. Hoeveel mensen nog niet zijn geabonneerd en hoeveel mensen wel. Zo, het is inmiddels alweer 2:30. En we zijn al lekker bezig geweest met editen. Niels ook. Ik ben bezig met een vlog van 11 februari, dus dat gaat hard zo. En rond 10:30 was ik bezig met namelijk een pokeball te maken. En dat heb ik ook voor mijn neus gehad. En dit heb ik gewoon nog van over, dus zo langzaam eet ik dus, want ik moet er niet aan denken. Maar ik ga zo eerst even mijn telefoon weer even opladen, die is nog maar 46-45%. En dan wil ik zo nog eventjes een, ja, voor even mijn dagboek eventjes iedereen eventjes op de hoogte stellen hoe en dan wat. Dus ja, of dat ik dat nu doe, dat weet ik nog niet. Maar komt goed. Ik ga zo meteen sowieso eerst eventjes video even nakijken of die goed is. En als die goed is, dan gaat die gewoon naar YouTube gebracht worden. Niet door mij, maar door Niels. Helemaal top. Zo, het is bijna 5:00 en ik ga nu echt even proberen te slapen. Ik heb nu ongeveer iets van 3 filmpjes of zo gezien. Ik heb nog even GTS ervoor uitgekeken via Videoland. En ik ga zo meteen de hondje lekker bij me roepen en dan ga ik lekker slapen. Ik ga zo meteen eerst even gelijk met jullie dommetjes roepen. Dus let op wie er eerst komt. Wie? Kom! Bij mama! Kom, trassies, bij mij. Kom maar, 1, 2, hij is open. Kom maar. Kom maar. Kom, kom. Kom, hij is open. Kom. Doorlopen. Dat is Lady. Kom maar. Dat is Loffy, dat is Beauty, dat is Lady. Hij, schatje. Hij, kind. Ga je gelijk liggen. Nou, mensen, ik ga lekker slapen. En ik zie jullie straks. Waar zullen we wezen, mensen? Vertel het mij eens. Waar zullen we wezen? Weet je dat? Ja? Ik wel. Die ook. Ja. Die werd het zeker ook. Want ja, hij moet rijden, ik niet. Nee, we zijn dus bij de parkeergarage bij Westfield, Mall of the Netherlands. Ja, zoals altijd. Die wil even de stress doordoen. Kijk, die loopt achter me. Hoi. Oké, wat zit erin? In. Handig. Dit is een chicken, nee, die hoef ik niet, maar ik zat gewoon even te kijken. En we hebben oranje, die is voor hoeveel? 50 cent of zo? 50 cent. En welke smaak is daar? Persik? Persikpeer. Persikpeer, oké.
Ja, melk, ja. Een eurotje. En die andere is ook een eurotje. Is dat allemaal peer? Peer, persik? Volgens mij wel. Persik, peer, persik, peer. Nou, geef mij maar dan 2 pakken, maar dan wel eentje van het zeggen. Dankjewel. Nou, voor de rest hoef ik het niet te hebben. Bleh. Op dit moment is het bleh. Op dit moment is het bleh voor mij dit, hè. Schat, allemaal. Bleh. Het is allemaal bleh. Bleh, bleh, bleh. Wat zit hierin? Niks lekkers, nee. Ja, nou. Sorry hoor, en je achterkant van je jas die staat er mooi op. Helemaal goed. Dag. Met de koekoek. Oh, wat een leuk ballonnetje. Wat lief. Dan moet ik wel naar me kijken. Ik heb het dus nu in mijn schaaltje gedaan en ik heb hier rijstazijn en dan doe ik gewoon even een paar, even erdoor overheen. En dan ga ik even mengen met een vorkje. En nog een beetje eroverheen, hartstikke idee. En dan ga je het een beetje zelf proeven of het goed op smaak is. Voor mij mag er nog een beetje bij. Zo. En dat is het. En dan kun je dus al je ingrediënten er mooi op doen. Zo. Ik zit weer eens op bed. Ja, en dan weten jullie het wel, dat ik lekker deze vlog ga afsluiten. Dus, vond jij deze vlog dan weer leuk? Ik zou zeggen, doe vooral dan een duimpje omhoog. Hier beneden, eventjes, doe maar even. Goed zo. Even abonneren. Heb je het gedaan? Ja, kijk, top. Ja, en doe eventjes een reactie achterlaten. En doe dan ook gelijk eventjes het belletje aan, want dan blijf je op de hoogte met... elke dag wat ik online zet op YouTube. En dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog.